Deze nieuwsuitzending is weer erg actueel. Want dit gaat allemaal over die synode van de Amazone, die gehouden is in Rome. En daar heb ik al een nieuwsuitzending over gehouden, of twee zelfs. En wat is daar nou aan de hand? Kijk, de paus, die is bezig om iedereen onder te brengen onder zijn systeem, geloofssysteem. Dat vindt hij belangrijk. Iemand als ik, om mezelf maar even te vergelijken met de paus. Ik ben ook voor een wereldgeloof. En ik vind dat de Bijbel en het woord van God sterk genoeg is in zichzelf om het wereldgeloof te worden. En het enige wat ik daaraan kan bijdragen is dat ik mijn Bijbel begrijp en daarna probeer te leven. En zo draag ik bij aan het wereldgeloof. Van onderaf dus. En de paus die pakt het van anders op een andere manier aan en die doet het van bovenaf. Dus als ik een piramide zou gaan bouwen in Egypte, stel, dan behoor ik dan tot de mensen die dan zeggen van nou, als je een piramide wil bouwen, dan ga je eerst beginnen met de stenen op de grond. En dan maak je daar een vierkant van. En dan ga je stenen op die stenen leggen. En uiteindelijk heb je dan, als je helemaal klaar bent, de bovenste steen. Maar de paus is van een hele andere gedachte. Als je de paus zo'n piramide laat bouwen, dan gaat hij eerst de topsteen maken. En dan zegt hij zo, nou, die is klaar. Nou, en dan gaat hij die topsteen optillen en dan gaat hij daar andere stenen onderschuiven. En dan zit hij, nou, en de eerste drie van de bovenkant zijn ook klaar. Nou, en dan gaat hij dat optillen en dan krijgt uiteindelijk de paus natuurlijk als piramidebouwer een heel groot probleem. Want als die piramide dan voor 90% klaar is, ja, dan moet er nog steeds een laagje stenen onder. En hoe ga je dan die piramide die voor 90% klaar is, dan nog een metertje optillen? Kijk, dus ik heb gelijk. Heb je me begrepen? Huh? Dat is hier een grote piramide, want het wereldgeloof gaat er maar vanuit. Alles is een piramide, alles is... ja. Alles organiseert zich uiteindelijk. Hè? Maar dat gaat van onderen af. En eerst begin je met de onderste laag. En natuurlijk is het zo, in mijn ideeën van dan het wereldgeloof, dan zou het zo zijn dat er dus mensen zijn zoals ik en zoals Jörg Glismann en lalala. En dat gaat allemaal van onderaf. Maar nu al, ja, Jörg Glismann is zeg maar zoiets als de top dog van het internet qua bijbellezen momenteel. Ja. En zo dadelijk in Amerika heb je dus Tom Fresh en Brett Norman. Nou, misschien dat je dan over een tijdje, als het allemaal gaat verbreiden, dat er dan misschien wel een keer een concilie komt. Ja, waarom niet? En dat die ook een voorzitter krijgt. Ja, waarom niet? Dat komt van onderen af. Je gaat niet beginnen met te zeggen, nou, ik ben de voorzitter van het wereldgeloof en waar is mijn kudde eigenlijk? En de paus die doet dat dus wel. Die is dus de baas van het wereldgeloof, vindt hij zelf. Zijn organisatie vindt dat hij dat moet vinden. Hij is erop aangenomen. Hij was ooit alleen maar kardinaal. Dat is best wel een hele behoorlijke baan hoor. Maar hij was kardinaal. Slechts kardinaal. En met hem is dus gesproken van ja, we moeten het wereldgeloof gaan zijn. En sta je er ook helemaal achter? En hij van ja, daar ga ik voor. Ik ga ze gek maken. En katholicisme, dat wordt echt weer het katholicisme in de zin van het universele geloof. Dus dat heeft hij beloofd. Ja, een belofte maakt schuld. Dus wat is meneer de katholieke paus gaan doen? De universele mens. Die is dan die mensen van het Amazone-regenwoud gaan uitnodigen in Rome, om dan hun heidense rituelen uit te gaan voeren in de Sint-Pieterbasiliek. Of een ander gebouwtje dat ook zo'n mooie naam heeft. En dat ze dan die heidense rituelen mochten doen onder het toezichthoudend oog van de paus en een stelletje kardinalen en andere jurkendragers. die allemaal zaten te knielen. En stel, volgens mij zijn er ook nog bisschoppen geweest die hebben meegeknield in zo'n heidens ritueel. Kijk, nou staat de katholieke kerk er toch al beroemd om dat ze de ideeën en richtlijnen van de Bijbel, dat ze daar hun billetjes mee afvegen, om het maar even netjes te zeggen. Dit is wel heel erg opvallend. Nou, daar is dus al, er zijn al wat mensen over gevallen, waaronder Henry Weston. En nog een andere man die geïnterviewd werd door Henry Weston. En nou, en wat dan helemaal verschrikkelijk was, dat ze in het kader van die heidense rituelen hebben ze een beeld van een zwangere vrouw. Een houten beeldje, niet heel groot hoor, de beeldje is 50, 60 centimeter hoog of zo. Echt een primitief beeldje. Het is een vrouw, een blote vrouw met een dikke buik waar een kind in zit. En die hebben ze laten staan in die Sint-Pieterbasiliek. Als het de Sint-Peter is, hoor. Dat weet ik ook niet. Dat vind ik ook niet zo belangrijk. Maar in dat beroemde gebouw dus. Ja, wat is er nou gebeurd? Boze katholieken, die hebben dat dus gehoord, dat dat beeldje daar stond. Die zijn die kerk of basiliek, of hoe dat ook maar heet, ingetogen. En hebben dat houten beeld gepakt. En dat beeld mee naar buiten genomen en in de rivier gegooid die door Rome heen stroomt. En dat is de Tiber. En toen dreef dat beeldje. Wat voor die Amazonemensen hun heilige beeld is. Dat dreef in het vieze water van de Tiber. Nou, toen heeft de paus een pauselijke excuusbrief op laten stellen. En daar zijn de katholieken nu dan weer boos over. Van ja, potverdorie, die heidenen krijgen een excuusbrief van de paus. En waar is de excuusbrief van de paus aan ons? Want hij, de paus, die heeft een heidensritueel laten voltrekken in de heilige basiliek van Sint Maria of zo. En daar een heidens beeld in laten opstellen. De paus heeft het goed gevonden dat ons heiligdom onteerd werd. Ja, het is natuurlijk te gek voor woorden als je katholiek bent. Dan krijg je dat soort problemen. Maar goed, dat zijn dan hun katholieke problemen. En die mensen zijn dan beledigd. Ja, die krijgen geen excuses van de paus. Nee. Nou, het was zielig. Vind ik hoor. Dat wel pech voor ze. En dan een ander ding, dat zag ik op Facebook. Er is iemand en die ken ik. Die is dan ook van de paus. En dan is er ergens in het bisdom van Roermond is er een soort kerkdingesgebouwbeweging. Met ook een sociale functie natuurlijk. En die wordt nu gesloten wegens te weinig belangstelling. En te weinig belangstelling houdt dan in dat er te weinig mensen komen die dan bij de collecte de geld in het zakje stoppen. Dus of degenen die daar komen moeten 10 keer zoveel gaan betalen bij de wekelijkse collecte, of de tent zou dichtgaan. Ja, de tent gaat dus dicht. En die jonge vrouw, of nou, hoe is het nou? Is ze niet zo jong? Ik denk ook al bijna 50 is. Ja, potverdorie. Hoe moet dat nou? Hoe moet de gemeenschap verder zonder dat er een geloofsgebouworganisatie is? En ik heb daar nou maar niet op gereageerd. Maar het komt er natuurlijk op neer dat mensen moeten hun Bijbel gaan lezen. En ik zou dan de voorkeur geven aan de King James of de Statenvertaling. En als je Duits sprekend bent, de Slachterbibel. Dat accepteer je als het woord van God. En ja, voor de rest, ja, liefdadigheid. En om elkaar geven. Ja, het is natuurlijk mooi als de kerk dat ook doet. Maar het belangrijkste is dat mensen hun Bijbel lezen. Want daar begint het mee. En daar heb je niet een gebouw voor nodig. Maar goed, Sima is een leuke prediker te vinden. Ik zou het ook zo 1, 2, 3 niet weten hoor, waar je dat een goede prediker vandaan haalt. Ja. Ik zelf mis het niet. Zo. Ik ben nu bezig met het boek Openbaring te bestuderen. En dat doe ik dan aan de hand van preken die ik dan kan vinden op internet. Het is wel interessant. Dat voor mij dan, hè? Zo. En als ik er helemaal achter ben hoe het in elkaar zit, als ik de sleutel heb gebroken, dan zal ik het jullie vertellen. Ja, heel veel dingen weet ik al wel, die weten jullie hopelijk ook. Maar ik heb het idee dat het nog niet heel Openbaring is, ja, ontcijferd. Dat is denk ik de goede term. Nog niet alles is blootgelegd. Lijkt me een mooie taak voor mij. Om mij mee bezig te houden. Want ik zit nou een beetje te zeuren over de katholieke kerk. En nou, dat is denk ik ook terecht. En je hebt in Amerika andere kerken, dat is ook van die enorme instanties. En er is één zo'n prediker en die heet dan John MacArthur. Maar die man die schreeuwt dan zo. En dat vind ik niet nodig. Of schreeuwen, stem verheffen en zinnen herhalen. En dan gaat hij omhoog en omlaag en ja. Nou, dan maakt het mij niet zoveel indruk. En dan krijg ik ook het idee van, ben je nou aan het overtuigen, niet met wat je zegt, maar door je stem te verheffen. Snap je? En dat laatste, dat zou ik natuurlijk slecht vinden. Want waarom heb je dat nodig? Ben je iets aan het verbergen, denk ik dan. Ben je aan het verbergen dat je het eigenlijk niet weet? Ja, toch? En dan ga je je stem maar verheffen om indruk te kweken. Ofzo. Dus eigenlijk ben ik niet zo reuze kapot van het hele begrip de kerk in deze dagen. Ook niet van die zogenaamd protestante kerken. En dan deze man, John MacArthur, die wil aan de ene kant... Aan de ene kant heb ik van hem een aantal lezingen gehoord waarin hij het heeft over de katholieke kerk. En daarin toch aantoont dat die organisatie regelrecht ingaat tegen een aantal richtlijnen, regels van het Oude en Nieuwe Testament. En dus niet christelijk is. Maar hij ziet het dan weer niet als een verlichaming, belichaming van de antichrist. En dat vind ik er weer zo zwak. En John MacArthur die heeft het ook nog over Adolf Hitler als een genie die in zijn eentje heel Duitsland aan de afgrond heeft gebracht. En weet dus kennelijk niet dat de katholieke kerk erachter zat. En dat vind ik ook bijzonder zwak, hoor. Als je dat heden ten dagen nog niet weet, snap je? Ja, dat zijn zo van die gedachten. Ik moet even niezen. Gezondheid. Maar dat is wel maf, hè? Die katholieke kerk, dat hij zich zo in de voet heeft geschoten met die synode van de Amazone. Want nou zijn die inheemse heidense mensen natuurlijk zwaar beledigd dat hun beeld in het vieze water van de Tiber heeft gelegen. En die voelen zich ook besodemieteld. En eigenlijk vind ik dat dan weer, ja, stiekem, daar moet ik eigenlijk een beetje gniffelen aan. Voor beide partijen, hoor, denk ik, ja. Jullie doen allebei een idolaterie en nou een beetje ruzie maken onderling, hè? We zullen wel zien hoe het afloopt. Als er weer wat gebeurt met die katholieke kerk, dan beloof ik je bij deze, dan kom ik er weer op terug, ja? Maar voor dit moment ben ik er eigenlijk wel eens een beetje doorheen. Ik denk dat dit ook het laatste was wat we te horen krijgen over die synode van de Amazone. Maar je weet het niet. Ik hou die John Henry Weston wel in de gaten. Met zijn John Henry Weston show. En als er dus weer wat is, dan meld ik me wel. En tot die tijd zeg ik tegen jullie, op zijn hamburgers. Tjus. En dag lieverds.